Take two. En het tattoetuig, hoe is het met jullie? Lekker, gaat goed. Ja, het is een tijdje geleden dat ik hier was. Hoe lang zijn jullie ook weer open? Nu is dat 2 jaar? Drie jaar. Bijna 3 jaar. Ja. Ja, jullie zitten er nog steeds, dus dat is al een goed teken. En, jullie hebben gewoon veel klanten. Hebben jullie wachtlijsten? We hebben een wachtlijst, maar een wachtlijst valt best mee. Dus ja. Over 1 tot 2 maanden. Oké. Okay. Afhankelijk van wanneer je kan. Wil je weekenden is het wat langer. Door de week hebben we altijd nog wel een plekje voor iemand. En jullie zitten lekker in je rol, allebei je plekje gevonden. Ja, jullie doen allebei wel een beetje andere tattoos, hè? Jij zit heel veel op de... Ik zit op de Polynesische inspiratie. Precies, ja. Ja. Ik doe veel black and grey, kleine tattoos, hele mini tattoos. Oké. En dan komen we gelijk bij de dingen, want ik zag de kleine tattoos. Jullie gaan een benefiet doen voor de Molukken. Een benefiet tattoo dag, zeg ik het al goed? Ja, klopt. En ik zag ook, dat proberen jullie zoveel mogelijk te doen die dag. En dat gaat dan ook om kleine tattoos. Maar wat is precies het verhaal? Want... Kijk, meneer Freken zit hier ook, hè? Even aan de zijkant. Die kennen we natuurlijk van Ritter en Rock voor de Molukken. Zijn we van de zomer nog geweest. Maar wat is het verband en wat gaan jullie doen? We hebben vorig jaar gesponsord, dit jaar ook voor de rit. Toen dachten we van misschien is het leuk om een dag te organiseren dat we toch nog meer op kunnen halen voor de projecten waar ze mee bezig zijn. En dat doe je dan in de vorm van tatoeages? Ja, van tatoeages. We doneren alles wat we binnenkrijgen die dag. Doneren we aan de stichting. En tegelijkertijd, als het komt hier een collectebus, dat mensen ook nog eens keren een kleine donatie kunnen doen, als ze willen natuurlijk. Iedereen is vrij daarin. En we proberen op die dag echt zoveel mogelijk binnen te halen. En, maar hoe werkt dat dan? Want als ik nu bij wijze van spreken een tattoo wil, dan kan ik me hier gewoon melden? Moet ik me van tevoren moet ik een plekje reserveren? Ja, we kan het licht eraan doen. Ik doe van 's ochtends 10 uur tot 's middags 3 uur doe ik op afspraak. En van 3 tot 10 uur 's avonds doe ik alle inloop. Dus dan gewoon... Eigenlijk wie het eerst komt, die is aan de beurt. Hebben we een paar flesjes gaan maken. Dus bepaalde tekens, wat kleine tattoetjes waar mensen uit kunnen kiezen. Maar ze kunnen ook hun eigen design of ontwerp meebrengen, afhankelijk van het formaat. Maar iemand moet niet komen met van, ik wil een donders grote plaat op mijn rug. Nee, helaas, dat gaat niet lukken. Ook niet als je zegt van, daar betaal ik dan gewoon 2000 euro voor. En dan heb je het geld ook binnen. Of, nee, dan is de lol van de dag nee, af. Dan is de lol eraf. Gaat precies. Echt om dat voor iedereen toegankelijk is. En dat we een leuke dag van kunnen maken. En proberen zoveel mogelijk geld in te zamelen. Ook gewoon een beetje gezelliger. Dus je kan hier eigenlijk kan je ook komen kijken als toeschouwer. Ja, zeker. Iedereen is welkom. Geen probleem. Ja. Ja. Maar Wilfred, het staat niet helemaal op zichzelf, want ik zag ook op Facebook voorbij schrijven dat het project wat jullie hebben gesteund, daar is weer wat misgegaan. Ja, dat is een van onze projecten die we 2-3 jaar geleden ondersteund hebben. Dat is een tehuis voor weeshuiskinderen. Er heeft helaas brand gewoed dit jaar. Er heeft een verstandig gehandicapte jongen met vuur gespeeld. En ja, dat kan overal gebeuren. Ja. Maar ja, dat gebeurde daar en dat is met de verzekering is het allemaal moeilijk. En, het is ongeveer voor 10.000 euro schade. Dus, maar nu moeten we proberen om dat weer zo snel mogelijk te herstellen. Dat die kinderen gewoon weer lekker in hun eigen plekje hebben. Ja. Wat eigenlijk heel goed ging. Dus daar zijn we nou mee bezig. En hun zijn daar onderdeel van, wat echt waanzinnig is. En we hebben ook... Volgende week rijden we een motorrit in Wierden. Die zijn ook in één keer opgestaan. En Wierden, dat is Friesland of zo? Nee, dat is bij Tukkeland, zeg maar. Oh, oké, die ook. Wierden. Ja, en die gaan voor ons ook een motorrit houden voor het goede doel. Ja, dat is echt waanzinnig. Misschien hebben we wel te veel geld, dus dan kunnen we het geld van hun kunnen we weer voor een ander doel waar we mee bezig zijn. Een schooltje voor kinderen waarvan hun ouders geen lesgeld kunnen betalen. En daar zijn we ook nu mee bezig. Misschien kunnen we dat daaraan gaan besteden. Maar dat gaan we even bekijken. Maar dit is in ieder geval helemaal top. Ja, hartstikke leuk. En nog even concreet, wat is nou precies de datum en de tijden nog eventjes? Het is 21 september van 10 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds. Oké, en ze kunnen van tevoren kunnen ze reserveren of kunnen ze ook gewoon binnenlopen die dag? Ze kunnen gewoon binnenlopen. Precies. Ze kunnen binnenlopen en van 10 tot 3 is op afspraak. Er is nog heel weinig plek over, dus mochten er mensen zijn die nog iets kleins willen inplannen, dat ze zeker zijn. Dan kunnen ze dat nog doen. Even contact opnemen. Ja. Ja, nou super. Dus als je nog een tattoetje wil... Ja, dan gaan we misschien maar zo'n grote doen. En wij zijn de stad nog maar eens een keer op mijn knie of zo. Ja, ja. Hey, bedankt en heel veel succes, jongens. Ja, dankjewel.